Het zou allemaal anders worden. Minder onbereikbare liefde, meer realiteit en moest als God gewerkt worden. Maar als er ooit een kerk daar werken is, nieuwe deuren gingen open, van binnen en van buiten. Vriendelijk werd ik welkom geheten in een kerk die stralend, strak en praktisch was. Met een vertrouwde hulpeloosheid hing ik aan de halters. En verschoof wat volgens mij wordt aangeduid als een frontale cortex. Mijn lichaam was water geworden. Schoorvoetend begon ik deel te nemen aan iets wat ik nog niet kende. Iets wat groter was dan mezelf. Zomaar ineens was ik in staat een fitnessapparaat aan te spreken. Hij had iets heel ongedwongens, heel natuurlijk. Als de spieren die automatisch korter en langer worden, op het ritme van de beweging. Met recht en openbaar, zei het vrij gewoon. Mijn lichaam was opeens een en al beweging en sprak een verbazende functionaliteit uit. Het mat zich alvast toe het begin van een soort soepelheid aan. In deze kerk, te midden van dit nieuw geloof, wist ik niet meer of ik nu bad, mezelf vergat of gewoon aan mijn halters trok met alles wat ik in me had. Maar dromen deed ik.